Ik ga nu nog even laten zien wat ik bij de IKEA en de Praxis heb gekocht. Ik ga even dit boekje voor Witchy inpakken voor kerst. Met een hopelijk leuke afbeelding uit dit tijdschrift. Heb dit zo leuk kunnen zijn? Jaar. En ik ga nu iets heel moois filmen voor Anna Louise. De Holiday Collection. Ik heb weer een paar dingen mogen uitzoeken en ik ga nu laten zien wat ze hebben gestuurd. Ja, in mijn kerstdecor. Oh yes. Oh yes, ja. Twee kettingen zijn het eigenlijk. Oh, wat heerlijk dat ze allebei hebben opgestuurd. Nou, deze schakel vind ik echt fantastisch mooi. En dan is deze nog een slag grover. En ik wilde dus ook nog even gaan kijken bij Anna Louise voor cadeautjes. Dus misschien voor mijn zus of mijn moeder kijken of ik iets zie wat goed bij hun past. Dit vind ik zo leuk met dat hartje. Kijk, dat hartje hangt er als een soort van slotje aan. Dankjewel Anna Louise. Oh, ik heb nog twee dingen, maar ik vind dit echt een prachtig cadeau. Jullie krijgen korting op het tweede artikel, 60% korting. Dus fikse korting. Oeh, oh ja. Yeah. Oh, dit zijn ook feisty little dingetjes. Kijk, dit is mooi. Feisty little things. Show me these feisty little so-and-so's. Oeh, feisty. Zo mijn god. Your ears even pierced. Yes. You don't know that about your wife? No. Heel mooi met steentjes. Prachtig. Wat ik de vorige keer al zei, het is dus een heel mooi duurzaam merk. Omdat ze op alle vlakken zich inzetten om het produceren en ook het materiaal dat ze gebruiken zo duurzaam mogelijk te krijgen. Deze sieraden zijn gemaakt van gerecycled goud. En dan alleen de buitenlaag. Dus dat het gewoon heel lang goed blijft. Dus ik ben fan. Nou, de laatste. Oeh, mooi. Ik had natuurlijk foto's gezien, maar als je dan in het echt ziet hoe verfijnd dit is gemaakt. Hoe subtiel die steentjes erin zitten. De link staat in de beschrijving en ik ben heel benieuwd of jullie iets hebben gescoord. Hey, I'm ready. Richie gaat nu foto's van me maken. Voor de post op Instagram. Volgen jullie mij eigenlijk al op Instagram? Ik zet hier even mijn naam in beeld. Wat ik daar doe, kijk, voor mij is YouTube echt nummer 1. Maar toch, de laatste tijd heb ik wel hele leuke dingen op Insta. Ja? Oh, kom in. Dat is mijn photographer. I'm ready. Ready to do this. Oké. This setting, story size. And we do some pictures. Top, top. You're gonna walk towards me? Inloop, like a newsreader. Hi. Jongens, ik ben helemaal in mijn feestpak. Goedemorgen. Ik ben even mijn computer aan het opruimen. Dus clean my Mac, draaien en administratie aan het bijwerken. Dus even alle facturen in mijn overzicht zetten. Dat ik straks weet wat ik heb verdiend. Wat ik moet betalen. Het is donderdag. En ik ga straks... Ja, ik twijfel wat ik ga doen. Oké. Ik heb mijn nieuwe trackpants kies aan. Jongens, mijn werk voor vandaag is af. En nu mag ik naar de Praxis. Ik heb een paar doelen.
1. Staaltjes verf voor slaapkamer, diwand, kijken voor een boormachine en kijken voor iets van kerst. Want ik heb zeg maar mijn hele kerst op orde. Dat vind ik eigenlijk heel fijn, want vorig jaar moesten we dus echt alles aanschaffen. En nu kan ik even kijken voor iets leuks. Oh ja, haakjes. Weer van die plakhaakjes, want dat bevalt me dus ontzettend goed. Route. Wordt nog spannend, hè jongens. Want we hadden natuurlijk een droomdeal met Green Wheels. Dat we die auto mogen gebruiken. Dus zij vond het leuk om mijn gebruikservaring in mijn vlogs terug te zien. In ruil voordat we die auto mogen gebruiken. Ja, het is natuurlijk een droom die uitkwam. Daar hebben we ook heel lang werk van gemaakt. Om ze te benaderen en om te praten over hoe kunnen we dat doen. Maar ik hoop dat het nog een jaartje doorgaat. Nou ja, ik zie jullie bij de praxis. Duren en ook veilig. Jongens, Radio 1, hè? Daar heb ik het dus de hele tijd over. Maar ik word daar helemaal kalm van. Het rare is dat wat het onderwerp ook is, ik vind het boeiend. Het gaat over klimaatproblemen. Dan gaat het weer over leraren die niet in Amsterdam kunnen wonen of in de Randstad dan. Gewoon onderwerpen waar ik normaal nooit over zou lezen of een podcast over zou opzoeken. Kijk. My friend. Zullen we het zien, jongens? Dit ziet er heel gaaf uit. Zo'n mega plafonnière. Ik heb dit nooit gezien, maar dit is natuurlijk wel een soort licht. Bijna alsof je zo'n raam, zo'n lichtbak daar hebt. Ja, ik zat dus aan koraal te denken. Maar echt wel zo fel. Voor de slaapkamers. Helemaal zo boudoirachtig. En dan die lampjes meeverven en dan een hoes maken voor het bed. In ook deze toon. Ja, dit mooi. Deze vind ik heel lekker, maar kan ook de hoes van het bed worden en dan zoiets erbij. We hadden een kast bij de IKEA gezien, een hele kastenwand. En daarmee, die kan je in een soort van olijfgroen kiezen. Dus ik dacht misschien voor de woonkamer dan een soort van fluo groen te doen als de wand erachter. Deze. Deze kleur en de kast is dan meer dit. Ja, die plafonnière ook, hè? Die is dus 169. Maar hoe kalm word je hiervan? Misschien moeten wij dit in roze in die kamer. Eigenlijk wil ik dus zo'n guirlande voor bij de televisie, want die sliert van de kerstboom is toch weer terug. Dus één guirlandetje voor bij tv-meubels zou wel leuk zijn. Sneeuw en ballen. Ook hier. Met besjes. Die lijkt wel heel echt. Best wel leeg, hè? Ik heb nog één gevonden, dat is deze. Ziet er mooi uit, goede lengte en die is maar 16 euro. Want deze heeft dus allemaal dingen eraan, maar dat hoeft eigenlijk van mij niet. Misschien nog even een mooie kerstboom voor Sydney zoeken. Die wil elk jaar, nou die wil helemaal niks, maar wij willen haar elk jaar eigenlijk een nieuwe bal geven. Kijk, deze zocht ik. Die kan dus mooi om die basis van die boom. Tree skirt. Weinig single kerstballen, dus allemaal van die dozen en zo. Maar het leek wel helemaal leeg. Ik denk dat er heel veel mensen voor mij zijn geweest. En waarschijnlijk heb ik iets heel schokkends gekocht, want deze hing erboven. Zag er echt lasjes uit, maar ik hoefde maar 5 euro nog wat voor dat ding te betalen. Dus volgens mij heb ik gewoon een of andere miserige guirlande. Nou, fluff ik hem wel een beetje op. Ik ga nu naar IKEA, want Richie en ik zijn gisteren online bezig geweest met het samenstellen van een kastenwand. Die kleur groen, ik denk dat het dus een beetje zoals dit is, dus heel mooi is in ons huis. Maar ik moet toch even het echt zien. Ja, deze is heel mooi. Volgens mij is dus dat het kastensysteem van wat wij online hadden gezien, beste. Maar dan dus met andere deuren. Veel meer diepte dan dat het helemaal wit of helemaal groen is. Dit hout, maar dat vind ik bij onze vloer niet zo mooi. Oké,
Oké, dit is al beter. Hier zijn dus eigenlijk alle kleuren en materialen die je kan kiezen. Ik denk dat dit die groene is. Dit is ook mooi. Hoogglansblauw. Ja, deze wil ik dus bij mijn droger. Om de stof uit mijn droogfilter makkelijk even daar weg te kunnen gooien. Anders sta ik er altijd mee in mijn handen, terwijl ik dan een wasje wil aanzetten. Dit zijn dus allemaal nepplanten, kunstplanten. Maar eigenlijk vind ik dat dus wel wat. Omdat die grote tropische planten erg moeilijk voor mij zijn om in leven te houden. Dus misschien wil ik toch dat wel doen. Ja, die of die? Lang verwachte laarzen zijn binnen. Komt dit niet? Dit doen we even weg. Oh, jij mag gewoon met de sleutels. 65% recycled material. Oh. Jongens. Coole platform boots, Sydney. Zo benieuwd. Ze zien er goed uit. Dus een mooie slanke neus, zeg maar heel grof. En ik was bang dat ze dan toch niet echt grof zouden zijn, maar ze zijn echt grof. Oh, ruim genoeg. Klein ritsje, zodat die enkel echt slank is. Oh, dit is hem hoor. Ja, dit kan dus bij al mijn jurken. Ja, lopen ook lekker. Jongens, ik vind echt grote voeten mooier dan kleine voeten bij mensen. Ik weet niet, dat is gewoon iets wat ik heb. Maar dit is voor het eerst dat ik denk, nou, dit is wel erg groot. Kijk, vooral zo aan de zijkant. Ja. Hier stopt natuurlijk de schoen. En dan gaat dit nog uit. En daar ook. En dat maakt het natuurlijk cool en chunky. Guys, ik ben pizza aan het maken. Dus die bodem had ik gewoon gekocht met saus. En nu heb ik buffel mozzarella, want ik wil dus geen koemelk even tijdelijk eten. Dus deze lijntjes die je ziet is geitenkaas, buffel mozzarella en die schijfjes. Tomaat, artisjok, lenteui en nu ga ik nog even wat olijfjes erop doen. Richie neemt nog anchovies op. We willen dat Sydney niet meer een babyfles drinkt. Hegen bedankt even. Ik zie hem hier staan. Deze fles is mijn absolute aanrader ooit qua babyproducten. We zijn nu overgestapt op havermelk met thee. Maar daar zit Sydney niet mee eens. Die heeft echt zoiets. Waar is mijn melk? Lekker peper. Kijk, bij deze tuttige jurk wilde ik dus echt die laarzen. Hele sessie bij mijn zus gehad, waarin zij ze aantrok, ik ze aantrok enzovoort. Dus, dit is het moment van de waarheid of ik ze wel of niet gehouden. Ja, bij deze jurk, dit is toch in één klap heb je een hele look. Dit is precies wat ik wil. Zo'n tuttige plooirok en dan met van die heftige boots. Het is tijd voor mijn IKEA shoplog. Beginnende met deze geweldige plant. Kijk, op beeld zal het sowieso wel goed lijken. Hij zal er dus voor altijd zo mooi uit blijven zien. Oké, ik heb daar een heel mooi marmeren tafeltje. Daar wil ik hem opzetten. Dus dan wordt hij nog iets hoger. En
Dan moet ik dus wel in de kringloop nu gaan zoeken naar een pot waar die in kan. En een geloofwaardige pot. Dus niet zo'n kleintje, maar echt een waar zo'n boompje in kan groeien. Dit tafeltje kan dus qua veiligheid nu ook even niet in de woonkamer. Omdat Sydney hem om zou kunnen trekken. En hij is heel zwaar, omdat hij van marmer is. Dus hij staat binnen het hek. Te pronken. Past helemaal perfect. Kijk, dit kan je dus nog buigen. Dan even indenken dat daar gewoon een mooie, waarschijnlijk marmeren pot omheen moet, zodat hij bij die tafel past. En natuurlijk, uiteindelijk gaat dit hek weg en dan wordt het natuurlijk weer gewoon een geheel. Nou ja, hij kan altijd verplaatsen, maar voor nu blijft hij even hier. Ik ga nu nog even laten zien wat ik bij de IKEA en de Praxis heb gekocht. Ik had een tijd geleden bij de IKEA dus een whiteboard en een shawlboard gekocht als cadeau. En deze stiften waren toen op, maar dit zijn whiteboard stiften. Twee haakjes om weer iets op te kunnen hangen. Omdat die zuignap dingen mij zo goed bevallen en ik had die haakjes niet genomen. Maar het is toch wel lekker voor Sydney haar handdoek te stek. Allemaal pastelkleurige vorken, messen en lepeltjes voor Sydney. Bakjes, er is yoghurt, fruit, dat soort dingen wat dieper. Ook gewone bordjes voor avondeten. Want ik ben ze nu constant uit de vaatwasser aan het halen en weer aan het afwassen. Want zij eet gewoon soms al 6 dingen per dag. De sneeuwjurk. Staat hier echt, hè? Sneeuwjurk. Die ga ik nu meteen onder de kerstboom leggen. En deze guirlande. Waarvan we dus niet weten wat het zal zijn. Het ziet er niet echt niet best uit. Dus hij is wel lang, maar waarschijnlijk dan dus niet vol. Het is toch kietserig. Ja, ik moet zeggen, nu ik zo kijk, die andere met dennenappels en zo erin was wel echt een betere keuze. En hoe is het met jullie, jongens? Ik ben zo benieuwd hoe het met iedereen gaat. Af en toe ben ik echt klaar met alle restricties en dingen. Wat gaan jullie allemaal doen met kerst? Oud en nieuw, of niet met de feestdagen als je dat niet viert, maar met je vrije dagen als je misschien vakantie hebt, of moet je werken. Ja, maar ik vind dit gewoon mooi nu. Ik ben hier heel blij mee. Die landen hier teruggelegd voor de poot, maar daar komt niet even die sneeuwjurk. Kijk, ik sta hier nu bij mijn andere kerstsetting. En ik wil jullie nog even helpen herinneren dat Anna Luisa dus op de hele site 60% korting op je tweede product geeft. Heel leuk dat jullie hebben gekeken en tot de volgende.